Kinderen kunnen de dupe worden van situaties in hun omgeving. Dat komt helaas nog veel te vaak voor. Dan kan het goed zijn om steun te ontvangen uit een onverwachte hoek. Het overkwam zondagmiddag een 10-jarige Harlingse knul. Hij heeft een hele moeilijke periode achter de rug en dat was voor de motorclub BACA, Bikers Against Child Abuse, reden om met tientallen motoren en trikes naar de Harlingen-Dommelen-Nieuwenhuisstraat te komen. De jongen beleefde de middag van zijn leven en zijn moeder kwam woorden tekort om al die stoere mannen te bedanken. BACA komt op voor kinderen die lichamelijk dan wel geestelijk mishandeld of bedreigd zijn. Hun aanwezigheid moet de dader duidelijk maken dat het slachtoffer er niet langer alleen voor staat. Wietse Eleveld van de Bikers Against Child Abuse. Wietse, wat is dat voor club? Ja, de BACA is een club, eigenlijk een soort motorvrienden die opkomen voor de misbruikte en mishandelde kinderen. Even meer kort gezegd, BACA bestaat voor Bikers Against Child Abuse. En nu zijn jullie vandaag in Harlingen bij een jongen, maar er doen veel meer jongens aan mee, dus laten we het even neutraal houden. Waarom zijn jullie hier? Nou, we zijn hier omdat hier woont een gezinnetje en het zoontje heeft een hele moeilijke periode achter zich. En wij zijn hier om de jongen even een leuke middag te bezorgen. En we hebben hem opgenomen in de BACA-familie, dat hij dus niet alleen staat in de strijd met zijn probleempjes. Jullie staan gewoon achter hem, jullie steunen hem. Wij steunen hem gewoon, ja. Get your motor running, head up for the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving embrace. File all of the guns at once and explode into space. Nou rijden er allemaal kinderen mee, hartstikke leuk. Ja. Yeah. Dat geeft die kinderen natuurlijk een enorme boost, een enorme pep. Ja, natuurlijk, dat kun je ook wel zien. Er zijn allemaal hele leuke, lieve gezichtjes. We willen allemaal even een trike, even een rondje maken. En ja, dat is schitterend. Dit geeft zoveel voldoening. Hoe vaak doen jullie dit? Bijna elke week. Ja. Dan is er een hoop ellende op de wereld. Dat is er ook, veel te veel. Ja. We hebben de BACA bestaat uit 4 gewesten. Noord, Oost, Zuid en West. En in elk gewest hebben we dit soort daken. Dus dat is echt met veel voldoening kom je naar zo'n gezinnetje toe en dan laat je ze weer lachen en glunderen. Ja, want ze hebben er echt lol in. Ja, echt super. Dat is echt een grandioos gevoel. Nou, bedankt namens die kinderen.